Kijk, dit is wat er gebeurt met wc-papier in het riool. Het valt uiteen in kleine stukjes en uiteindelijk houden we alleen de vezeltjes over. Achter mij ziet u een volbezinktank. In deze tank bezinkt allerlei materiaal dat met het rioolwater wordt aangevoerd. Hieronder is een heleboel wc-papier. Maar 50% van het wc-papier bezinkt en de andere 50% gaat door naar het verdere zuiveringsproces. Wat gebeurt er met al die papiervezels in de zuivering? Nou, dat ligt aan de jaarperiode. In de winter gebeurt er helemaal niets met dat papier en wordt alles slip. In de zomer wordt een deel afgebroken. Jaarlijks voeren de waterschappen duizenden tankwagens vol slip af. Met al het toiletpapier erin. Dat kost miljoenen aan verwerkingskosten. Grote vraag is, kan het ook anders? Onze sector die heeft grote ambities voor de toekomst. We moeten schoner zuiveren, tegen lagere kosten. En het liefst ook met weinig hulpstoffen. En om al die ambities waar te kunnen maken, zijn er innovaties nodig. Hier komt het rioolwater binnen. In het rioolwater zit al dat wc-papier. Wanneer we voor heel Nederland dat wc-papier eruit zouden zeven, dan is dat ongeveer 170 miljoen kilo per jaar. Kijk, en dit is de zeefinstallatie waar het allemaal om gaat. Het water komt via deze leiding naar binnen toe. Eerst gaat het door een grof vuilrooster van 6 mm. En vervolgens duikt het hier onder dit schot door, komt hier naar boven toe. En het is ontzettend leuk om hier op deze locatie de influenzaaf te kunnen zien. Want je kan dingen op laboratoriumschaal testen, je kan pilotproeven doen. Je kan computermodellen laten rekenen, maar om gewoon in de praktijk te zien wat er nu gebeurt en ook de effecten op de rest van de zuivering in beeld te brengen, dat maakt deze locatie uniek. Je kunt in het water, zoals het binnenkomt in het rioolwater, ook zien dat er allemaal kleine stukjes wc-papier nog in zitten. Kijk, wat hier zichtbaar is, dat is de pulp die uit de zeef komt. Het valt hier naar beneden in de pers. Wordt hier ontwaterd tot 30-40% droge stof en gaat er vervolgens naar de container toe. Kijk, hier zie je dat die papierpulp een beetje ontwaterde vorm naar boven toe komt. En eigenlijk de hele opzet van kostenverbetering van de zuivering en de energieverbetering zit in deze korreltjes. Maar deze korreltjes hebben een hogere energiewaarde en mogelijk kunnen ze er ook weer papier van maken. We hebben een parallel deelonderzoek geformuleerd naar de toepassingsmogelijkheden van het zeefgoed. Dus het materiaal wat uitgezeefd wordt, hoe kunnen we dat nu in de markt zetten? Wat kunnen we daarmee doen om het nuttig toe te gaan passen? Doordat allerlei papiervezels en haren afgezeefd worden, ontstaan er minder onderhoudsproblemen bij mengers en pompen. Daardoor gaan de onderhoudskosten omlaag. Wanneer we de papiervezel eruit halen, zal de hydraulische en biologische capaciteit van de zuivering toenemen, doordat we al die papiervezels uit het water vissen. De samenwerking met Waternet verloopt uitstekend. Zij stellen de locatie ter beschikking. Zij zijn ook de aandrager van het idee van Influent 7, wat voortkomt ook alweer uit pilotonderzoek naar MBR-technologie. En zij hebben ook geïnvesteerd in de installatie hier. Dus dit is de eerste installatie die hiermee uitgerust is. Dus daar zijn ook risico's aan verbonden. En STOA mag het onderzoek doen en wij werken ook ten aanzien van publiciteit en verspreiding van de onderzoeksresultaten nauw samen. Aan de andere kant wordt het reinigd, hè? We hebben voorafgaand aan dit onderzoek hebben we gezamenlijk ook het pilotonderzoek gedaan. Van het pilotonderzoek was de conclusie dat het dus qua kosten en energie een hele goede techniek is. Ook qua duurzaamheid, omdat de papierpulp waarschijnlijk een hergebruikvorm zou kunnen krijgen. Conclusies nu heb ik nog niet, het is erg vroeg. We hebben wel wat gemeten aan verwijderingsrendementen. En dat ziet er zelfs nog beter uit dan we bij de proefinstallaties gemeten hebben. Dat zou een heel mooie statement zijn. Er zijn een aantal mogelijkheden. De meest voor de hand liggende is om zuiveringen uit te breiden met een zeefinstallatie. Als ze aan de grens van hun biologische of hydraulische belasting zitten. Maar een hele goede tweede zijn zuiveringen die nu geen volbezinktank hebben.
waarin 7 in een aantal gevallen ertoe kan leiden dat de zuivering een betere energiebalans krijgt. En wellicht ook financieel net iets beter of misschien gelijkwaardig uitpakt met de 7.